dat bouwen echt een feestje kan zijn. Ik ben Ronald van Hoof. Ik ben eigenaar van Van Hoof Handelsonderneming en Van Hoof Carrosseriebouw. In 1994 voor het eerst in contact gekomen met Mathieu Geijels. Daar hebben we toen mijn vader, die had toen nog een aanlegwagenbedrijf, daar moest een nieuwe showroom gebouwd worden. En voor mij moest het carrosseriebouwbedrijf het pand gebouwd worden. Dus hebben ze toen in 1995 hebben jullie dat gebouwd en vanaf 1994 zijn we eigenlijk in contact met Geijels. Toen was ons al duidelijk dat ze alles in één konden en waar wij het grote voordeel vonden dat ze niet met onderaannemers werkten, maar ze alles in eigen beheer zouden doen. En dat was voor ons eigenlijk het fijnste. De bouw is eigenlijk van begin tot het eind goed verlopen. Van het begin af aan heb ik continu geroepen wanneer ga je beginnen. En dat vonden ze bij Geijels niet relevant. Ze zeggen wij zijn al lang bezig voordat we bij jullie op de werf zijn. Wij gaan jou vertellen wanneer dat we klaar zijn. En dat is eigenlijk op een week nauwkeurig. Is daar goed uitgekomen met de planning. Dat is perfect gelopen. Prijs-kwaliteit verhouding, planning, afwerking. En weer hetzelfde als de vorige keer. Dat ze eigenlijk alles in eigen beheer doen. Dus de jongens die beginnen aan de bouw, nagenoeg dezelfde jongens werken de bouw ook af. Dat vonden wij wel heel prettig om samen te werken zo. Ja. Die spreuk van voordenkers die klopt echt. Er is dingetjes waar wij niet over nagedacht hebben, hebben jullie van tevoren al over nagedacht. Om maar een klein voorbeeld te geven, de constructie komt binnen op trailers. Maar precies in kleuren staat tekening dan aangegeven welk ding komt. Dus je hebt nooit te veel materiaal en ook nooit te weinig materiaal. Daar wordt echt vooraf over nagedacht. Afwerking hebben wij door andere partijen laten uitvoeren. Dan merk je direct een verschil wat de aanpak is in uitvoering en in organisatie. Dat het niet altijd even soepel loopt als dat het bij Geijels verloopt. En dat is eigenlijk wel heel prettig dat je dan achteraf ziet dat je zegt van dat is toch een partij die zijn afspraken echt goed nakomt. Dat bouwen echt een feestje kan zijn. Wat ik heel mooi vond, dat was een vrachtwagenchauffeur die hier komt, die eigenlijk een ongeluk had gehad en die na een paar maanden alweer direct aan de gang was. Dat zijn nog dingen die ik nog regelmatig tegen anderen vertel. En sowieso de projectleider die ik had, is gewoon heel goed bevallen. We hebben nog regelmatig even contact mee als ik nog een vraagje of opmerking heb. Die worden altijd nog keurig netjes beantwoord. In principe zit zijn werk erop, maar als ik hem een vraag stel, krijg ik daar direct weer antwoord op. Dus dat vind ik ook plezierig om te weten. Ik zou collega ondernemers willen adviseren die bouwplannen hebben, toch contact op te nemen met Geijels. Het lijkt ver weg over de grens in België, maar dat is het zeer zeker niet. En zeker als je de ervaring hebt hoe dat de afwerking is en hoe dat het gehele proces verloopt, is dat gewoon perfect van A tot Z.